Nah. Dat was de intro. Ik sta voor de Tweede Kamer. Heel mooi. En we zijn op visite bij een absoluut kudo-kanon, Caroline van der Plas. Ik kom uit Deventer en daar woont meneer Jan Strik. En die is bekend van die sketch Mand. Kent u nog? Mand! U bent populair op Dumpert met drie filmpjes die erop hebben gestaan. Ja. En eentje gaat over Mand. Mand. Duurt het volgens u vaak te lang, hè? Want daar slaat Mand natuurlijk op, het moet korter. Ja, soms denk je van, ik hoef eigenlijk alleen maar ja of nee te horen. Maar dan sta je 10 minuten te luisteren om na 10 minuten te denken van, ik weet helemaal niet waar dit nu over ging. Dat zagen we ook in het debat over de testwet van vorige week. Ik vraag me af waarom we 10 uur gaan vergaderen als de coalitie eigenlijk al denkt van, nou, dit gaan we doen. Dat lijkt me eigenlijk geen zinvolle besteding van de tijd, althans niet van mijn tijd. Hoe wordt erop gereageerd in de Kamer, op die toch wel een nieuwe stijl? Ik denk dat er wel een aantal Kamerleden is wat dat oké vindt. Die denkt van, dat is even een punt. Ja. Maar ik denk, er zijn ook wel Kamerleden die zich daar kapot aan ergeren. Ja. Als er een brief komt, dient die vanavond te komen, zodat morgen het debat gevoerd kan worden. Want hoe langer we hier dit gaan uitstellen, hoe groter de kans er is dat de heer Rutte weer geen actieve herinneringen eraan heeft. U staat dan in een week geloof ik 3 keer erop met 3 dikke kudo-toppers. Krijgt u daar dan berichten over? Ja joh, tien keer. Ja, echt gigantisch veel. Er staan ook heel veel reacties natuurlijk altijd onder bij Dumpert. En die zijn bij u hartstikke positief eigenlijk. Leest u dat dan ook? Vindt u dat dan leuk of laat u dat daar even bij gaan? Ja, nee, ik lees de reacties wel. Ja. Ik vind het wel grappig om te lezen. Ja. Dus als iemand u de groeten wil doen, dan kan dat gewoon via de comment met Dumpert? Dat kan in principe. Ik kan niet beloven dat ik ze allemaal lees, maar ik lees ze wel. Mand. Kijkt u zelf wel eens op Dumpert ook? Of, ja. Ja, is goed. Ik moet wel even schijten. Kan ik wel even schijten? De korte grappige filmpjes. Ja, korte grappige filmpjes. Ja. En Dumpert Geten. Hè? Dat is een show. Dumpert Geten. Ja, dat is echt een topshow. Okay. Daar zit ik in namelijk. Oh, oké. Die ken ik dus niet. Denkt u erover na in uw achterhoofd als u wat gaat zeggen bij een interruptie of bij een debat van oké, dit kan scoren op internet? Nee, totaal niet. Is dat de heer Rutte weer geen actieve herinneringen eraan heeft? Kijk, een inbreng bereid ik natuurlijk wel iets voor. Maar het is niet een voorgekauwd verhaal. En bij de interrupties, dat is gewoon, dat gebeurt op dat moment. Namens Dumpert en ook van alle reaguurders hebben we een goodie bag. Met daarin bijvoorbeeld een Dumpert mok en een Dumpert zonnebril. Misschien dat u die dan een keertje zo op uw bankje in de Tweede Kamer kan zetten. Ik moet dit wel aangeven als op de presentjeslijst. Het is vreselijk duur. Als het onder de 50 euro absoluut is, dan hoef ik het niet te doen. Nee, het is ongetwijfeld onder de 50 euro. Oké. Ja. Nou, dan zeg ik het lekker niet. Nee, ja. Oké, bedankt. Niemand heeft dit gezien. Dus nee, precies. Mand.